eerder hebben jullie al gezien dat ik de Red Bull Quest Ice Kinect toernooi, de voorrondes daarvan, heb bijgewoond. En nu is het tijd voor het echte werk. Ik sta hier in Landgraaf bij Snow World. En ja, hier achter mij vindt het echte Quest Ice evenement plaats. Maar ik ga nu eerst naar het Nederlands kampioenschap van de Kinect Games. En je ziet het, hier achter mij is het Nederlands kampioenschap Red Bull Quest Ice Kinect in volle gang. De muziek staat hier echt keihard, het is een gezellig boel, drukte van lang. En ja, er worden gewoon enorm goede tijden neergezet. En hier doen ze het allemaal voor, de prijzen, de derde, tweede en de eerste. En de kampioen die hier de beste tijd neerzet, die heeft nog een hele toffe hoofdprijs. Namelijk een trip naar Canada om mee te doen aan het wereldkampioenschap. En ze zijn hier gigantisch enthousiast in de achtergrond bezig. We zijn namelijk in de tweede ronde, de knock-out fase. De 16 beste spelers zijn doorgaan en die strijden het nu tegen elkaar uit totdat er maar één overblijft. En we zitten nu volop in de finale. Er zijn nog twee over. Het is Rob tegen Sim. En die gaat nu uitvechten wie de kampioen wordt hier bij het Nederlands kampioenschap. Red Bull Quest Ice Kinect. De rust is wat wedergekeerd hier. Het kampioenschap zit erop. En Rob, dat is de grote winnaar. Die gaat naar Canada toe om Nederland te representeren. En daar natuurlijk gewoon wereldkampioen te worden. Nou, je hebt net het Nederlands kampioenschap gewonnen. Hoe voelt dat nou? Ja, echt geweldig. Ik heb geen idee hoe ik het moet uitdrukken. Nou, je gaat zo meteen naar Canada toe voor het wereldkampioenschap. Denk je dat je daar een beetje kans maakt? Nou, als ik het zo ga als vandaag, dan heb ik zeker kans. Dan ga ik Nederland goed representen en dan gaan we ervoor. Oké, perfect. En wat was nou je allerbeste tijd die je gehaald hebt tot nu toe? 1-0-3 volgens mij. Ah, dan moet het zeker mee lukken. Ja. Kinect. Dus ik ga oefenen met die Kinect die ik nu heb en dan gaan we knallen. Nou, dit was een Kinect gedeelte. Nu begint het echte Red Bull Quest Ice en dat moet ik natuurlijk ook even zien. Je hebt de Nederlandse finale kunnen zien van het Quest Ice Kinect toernooi. Ja, die winnaar die gaat dus heel erg vet naar het wereldkampioenschap door. Ik heb hier daarna nog even het echte Quest Ice event bijgewoond. Dat is toch heel erg vet. Het gaat er echt keihard aan toe. Maar ik sta hier nu echt al te verkleumen in de kou. Dus hier binnen, daar is het lekker warm. Daar ga ik een drankje doen. En ik zie je de volgende keer weer.